Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. We hebben al een drukke ochtend gehad. Ik film dit nu op mijn Nielsen telefoon. Niels die heeft mijn telefoon mee. We hebben dezelfde telefoon, andere kleur. Maar in de haast heeft hij mijn telefoon gepakt. En dat is niet erg hoor. Want we kunnen gewoon in elkaars telefoon. Dat is allemaal geen probleem. Dat is gewoon goed geregeld. We hebben ook geen geheimen voor elkaar. Dus ja, I don't care. Ik doe niks raars of zo op mijn telefoon. En hij niks op zijn telefoon, tenminste. Denk ik. Ik ga het ook niet controleren, want het boeit me niet. Sam is alleen met mij thuis. Niels die is met Jordi naar het ziekenhuis toe. Want Jordi heeft KNO-controle. En daar moet Jordi dus heen. En Niels doet meestal die dingetjes allemaal. Liam die heeft nu schooltje. Niels heeft hem daarheen gebracht. En ik heb vanochtend bloed geprikt voor mijn schildklier. Voor de controle. En ja. Dus al met al hebben we al een drukke ochtend gehad. Nu ga ik Sammy fruitje geven. Het wordt deze keer een potje. Want ik ga niet nu allemaal fruit staan maken. Gewoon even lekker relaxed. Want... Dus hij krijgt banaan en koek. Ik heb altijd reservepotjes op voorraad. Niet dat ze elke dag een potje krijgen, want dit is weer de eerste in. Eventjes. Dat is wat Sammy nu gaat krijgen. En om 11:30 moet ik Liam weer gaan ophalen. Maar tot die tijd... Even relaxed, want... Ik ben moe. Ik heb gisteravond tot weet ik het hoe laat van alles gedaan... Ik ben gewoon op. Ik ben gewoon echt op. En ik had eigenlijk zitten denken om vanochtend te uploaden. Maar ja, Niels heeft mijn telefoon mee, dus dat gaat niet. Sammy is lekker hier aan het spelen. Hij heeft het fruitje op. Hi! Hallo! Ja! Ja! En we hebben ook al geknuffeld. Dus ja, we hebben het alweer flink hier voor elkaar, hè. Dan is hij lekker aan het spelen, want hij wou niet meer knuffelen. Dus ja, dan doen we het zo, hè. Wij zijn in Nijmegen, hè. Bij het Radboud. We moesten even wachten op de parkeerplek, want de parkeerplek was vol. Maar gelukkig kwam er snel iemand. En Jordi, we hoeven niet lang te wachten. En nu gaan we naar binnen. Ik heb een Liam opgehaald. Hi, ben ik lekker een broodje aan het eten? En ik heb een sleehond bij me. Het gaat wel werken. Jordi is weer thuis. En het was één groot drama in het ziekenhuis, ja. Niels? Hij heeft heel tijd gehuild. Hij was al een beetje aan het zeuren, zeg maar. Totdat we zijn handen gingen ontsmetten en toen ging hij helemaal los. Nu is hij weer vrolijk. Hij heeft even een ditje gedaan in de auto. En nu is hij even een croissantje aan het eten. Nu is hij poes lief. Nu is hij vrolijk. Blij. Grote blij. En papa gaat werken. Ja. Jij moet gaan. Ja. Niks, papa. Oké. Alles slaapt nog steeds heerlijk, behalve deze grote vent. Hij is wel hartstikke moe, maar hij wil niet slapen. Hij wil geen bril op, maar hij wil ook niet slapen. Dus ik laat hem lekker zijn eigen dingetje doen. En af en toe een keer... Een knuffel geven. Jordi was aan het spelen. En hij komt naar mij toe gekropen. En hij wil knuffelen. Gewoon alleen maar knuffelen. Ja. Ja. Oké. Ik ga hem doorknuffelen.
Ik ben klaar om op ontdekking te gaan. Ja. Ik hou van jou. Ja. Kom op, we gaan. Rijden maar. Inmiddels zijn hier twee kleine etterbakjes ook wakker. Ze hebben al koekje gehad, drinken en alles erop en eraan. En nu zijn ze lekker tv aan het kijken en aan het spelen. Ik ga zo dadelijk pizza maken. En voor Jordi en Sam heb ik een hapje uit de vriezer gepakt. Ik ben mijn vriezer aan het leegmaken, want er zit te veel ijs in. Dus die ben ik aan het leegmaken. En morgen eten we weer iets uit de vriezer. Liam, wat heb je gegeten? Papaatje hop heeft hij gegeten. Nee. Hij heeft pizza op. En Sam en Jordi die hebben iets uit de vriezer gehad. En nu is je papa aan het paardje rijden. Hop, paardje op. Hop, paardje op. En als je het dan gaat filmen, dan doet hij het ineens niet meer. Sorry. Maar vorige week hebben ze foto's gemaakt op schooltje. En we hebben hier een foto die we even laten zien. We hebben een paar meer foto's hoor, maar in ieder geval deze foto is het onder andere geworden. Wat een fotomodelletje, hè. Oh, wat een knap jong. Maar goed, we gaan dadelijk de kindjes hun pyjama aandoen, flessen geven. En dan gaan ze lekker allemaal naar bedje toe. En papa gaat dan eventjes een vriend van hem helpen. Die had een probleem en daar kon Niels eventjes mee helpen. Die jongen die heeft bij ons ook geholpen. Dus dat is altijd, zeg maar, we helpen elkaar. Laten we het zo zeggen. Dus daar gaat Niels doen. En ik ga hier dan een beetje opruimen en alles. En dan is het alweer tijd om naar bed te gaan. Liam die wil niet meer knuffelen. Maar Sam wil wel met papa even knuffelen nog. En een boekje lezen. Dus we hebben ze allemaal even papa tijd, hè. Jordi heeft het al wel. Ja, Jordi heeft papa tijd vanochtend gehad. Een jankuurtje. Ja. Een hele goede morgen. Gisteravond zijn Liam en Seb gewoon gaan slapen. Jordi is nog wakker geweest. Daar ben ik even, als oververmoeid, ben ik even bij gaan liggen. En binnen 10 minuten sliepie. Toen, Niels was natuurlijk weg. Die is heel laat thuis gekomen. Toen ben ik hier gaan opruimen. Heb ik stofzuigd gedweld. Dat soort dingen allemaal. Toen ben ik naar bed gegaan. Ik heb niet gemerkt dat Niels thuis was gekomen. En vanochtend lag Niels ineens naast me. Ik zei tegen hem, ik zeg, wat doe jij nou weer thuis? Hoe laat ben je thuis gekomen? Dus, in ieder geval, dat. Jordi is eventjes met de fysio lopen. En Liam en Sam die zijn fruitje aan het eten. Als Jordi daar terugkomt, dan krijgt hij ook fruitje. En hop, wat hebben we in het fruitje zitten? Watermeloen en draaitjes. Heeft Liam ook, maar die heeft zijn watermeloen al bijna op. Nog een hele grote bak watermeloen. Nou, prima toch, als hij dat eet. Hop. Lekker, hè? Oh, en bij Sam en Jordi zit er ook nog een koekje bij. En natuurlijk Brinta. Hop. Sam die ligt net op bed en wij zijn hier lekker poffertjes aan het eten. Hé, jongens. Lekker, hè? Ook Jordi doet zelf in zijn mond. Die is ook aan het kauwen.
Sammy is al wakker, die had honger. Jordi heeft nog niet geslapen, maar die wilde aan tafel staan. Juf Roos kijken. En dan ga je lekker aan tafel staan, ook goed. Nee, hè? Dat is alleen maar goed voor de oefening, hè? Ja, en je vindt het heel leuk, hè? Oeh. Liam, die slaapt nog. En ik ben hier gewoon ondertussen bezig met de kinderen. Ik ben even met Jordi bezig geweest. Ik heb de auto's even opgeruimd. Want ja, daar ging hij alleen maar op staan. Hij deed er niks mee. Dus toen had ik deze gepakt. Even opgebouwd. 2 minuten. Maar ja, ik doe maar heel even alsof ik dom ben en achterlijk. Want ja. Ik zet hem daar ook wel weer in elkaar. En dan maar laten we maar even uitzoeken hoe het zit. Dat heb ik ook stiekem altijd gemoeten. Oh. Toch wil je je kinderen dan helpen en wil je het ze duidelijk maken. Maar ik heb niet altijd geduld. Ik heb met Jordi heel veel geduld. Met Liam heb ik minder geduld. En dat merk ik heel erg. Kijk, want dit, als Liam dit zou doen, zou ik zeggen, waarom doe je dat nou? En dit en dat, bij Jordi zeg ik dat niet. Dat is eigenlijk best wel erg dat ik dat zo doe. Eigenlijk moet ik ook tegen hem zeggen, waarom doe je dit nou? Maar ja, ik ben al lang blij dat hij zelf chipjes eet. Want dat heeft hij een tijdje terug, deed hij dat nog helemaal niet. Dus ja, en dan doe ik de chipjes maar weer in het bakje. En dat doe ik zo een keer of 8, 9, totdat ik helemaal klaar mee ben of dat hij ze op heeft. En ja, dat... Hallo, de chipjes zitten hierin, hè? Je hoeft niet het bakje te pakken en bewust om te gooien. Hij zit hier ook nou te lachen. Nee, je kan in het bakje grijpen. Dat kun je doen. En ik vind dat best wel af en toe heel irritant van mezelf. Dat ik wel het geduld heb voor Jordi daarin. Maar dat ik niet het geduld heb voor Liam daarin. Nu ga ik het nog een keertje rustig even bouwen voor hem. Kijken wat hij er dan mee doet. Kijk, schatje. Zo. 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 En zo. Sam staat hier ook heel erg geïntrigeerd te kijken. Even kijken, daar zit hij ook helemaal erin. Nou kun je rijden. Kijk, en zo. Tjoeke 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 tjoeke. Ja, doe maar proberen. En dan kun je ook nog zo doen, hè? Kijk zo. Oh, ben je dat niet? Nee, wacht nou eens. Je kan dat toch aan? Kijk zo. Je moet andersom. Je moet andersom. Kijk zo. Kijk zo. En dan is het. Liam. Kijk eens hier. Liam. Kijk eens. Kijk zo. Hop. En dan zit hij vast. En hop. En zit hij vast. Wauw! Ja, en hier heb je er nog eentje. Die kun je er ook in doen. Oh, dat is de verkeerde kant. Zo, dan zit die vast. Goed zo! En dan tjoeke 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 tjoeke. En dat is dus een beetje waar ik... Hallo! Dat is dus een beetje waar ik mijn eigen af en toe best wel boos om maak voor mezelf. Dat ik gewoon niet dat geduld heb bij Liam. Omdat ik zoiets heb van, je moet het maar gaan begrijpen. Maar ondertussen ben ik er niet bij Jordi. En daar heeft niks met down te maken. Ik weet niet waarom dat daar is. Want Jordi weet donders goed dat hij zijn bakje niet om moet gooien. Dat weet hij gewoon. En toch doet hij het. Maar, ik ga heel eventjes... het is nou 3:30 zo aan mijn eten beginnen. En Jordi drinken geven, want dat is ook belangrijk. Ik heb hem zo neergezet. En tot nu toe blijft hij zitten. We gaan maar kijken wanneer die valt. Ondertussen is het 3, 2 dagen. We gaan gewoon kijken hoe lang dat hij blijft zitten.
kindje ligt te slapen. En wij gaan hier nu opruimen en dan ook naar bed. Ja. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende.